Hoor je dat? Precies. Helemaal niets. Kilometers lang lopen in pure rust. Op zoek naar ontmoetingen met religie, natuur, cultuur en uiteindelijk met jezelf. Bezinningsroutes worden al eeuwenlang gelopen. Het zijn ervaringen die mensen nooit loslaten. En doordat drie belangrijke pelgrimstochten door Overijssel lopen, hebben deze gedurende de eeuwen ook zeker hun effect gehad op de ontwikkeling van het gebied zoals we het nu kennen. In deze serie kijken we op een nieuwe manier naar het oosten. Welke verborgen verhalen schuilen er in het landschap die alleen aan het licht komen als je er vanuit een ander perspectief naar kijkt? Welke geheimen zijn er te ontdekken als je kijkt vanuit het perspectief van een vogel? Kijkend naar de geschiedenis zien we dat religie al eeuwenlang een belangrijke plek heeft in Overijssel. In de natuur bijvoorbeeld, toen men in de heidense prehistorie offers bracht op speciale offerplekken, zoals deze laaggelegen moerassen. Maar ze gingen ook de hoogte in. Herkenbaar zijn bijvoorbeeld de grafheuvels waar mensen destijds begraven werden. Toen eeuwen later het christendom zijn intrede deed, kreeg de natuur een wat minder belangrijke positie als het om het goddelijke ging. Tijdens het katholicisme ontstonden er veel kerken en kapelletjes. Fysieke plekken en rituelen om het bovennatuurlijke te benaderen. Religie in een nieuw jasje. Wie vandaag de dag op pad gaat over een van de bezinningsroutes vindt vele kerkelijke, maar ook heidense elementen. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze Israëlitische begraafplaats? Of deze mystieke plek, waar vroeger galgen hebben gestaan? Langs het hillige pad vinden we een van de oudste bomen van Nederland. Een belangrijke religieuze markering in het landschap. Hoewel er in Twente geen grote beeldenstorm was, is de reformatie wel degelijk merkbaar geweest. Katholieken trokken in die tijd massaal richting de Kroezeboom om in het geheim eucharistievieringen te houden. En ook in de eeuwen die volgden bleef het hier nooit stil. Mensen bleven deze heilige plek opzoeken. Ook vandaag de dag blijft er waardering voor religie, natuur en het mystieke aanwezig bij de inwoners van Overijssel. Er wordt hier tijd gemaakt om samen te komen met de natuur. Want het mysterieuze landschap geeft je antwoorden op belangrijke levensvragen. Of het zorgt ervoor dat je er weer een tijdje tegenaan kan. Want of je nu gelovig bent of niet, één ding is zeker. De mysteries van Overijssel zullen je nooit onberoerd laten.